kok Stefan Robbemond wacht dit weekend een loodzware uitdaging. De chefkok van restaurant Ganache in Breda is vrijdag namelijk begonnen aan een recordpoging truffels bakken. Zijn doel is om ruim 25.000 truffels te bakken. En dat in 62 uur achter elkaar, zonder slaap. Ik heb wel eens vaker een nachtje overgeslagen natuurlijk. Ik ben nog jong, maar 62 uur is wel iets nieuws voor mij. Maar het is wel een recordpoging en het moet ook wel uitdaging zijn natuurlijk. Anders dan zal het ook geen record worden, zal ik maar zeggen. Ik denk dat het zwaarste nog moet komen. We lopen erg goed op schema, ook qua de hoeveelheden die we maken. En ik denk dat het tot nu toe ziet het er goed naar uit. Dus het is goed vol te houden, zeg maar. De truffel is sinds anderhalf jaar de specialiteit van Ganache. Een lekkere truffel bestaat uit... Goede chocolade, roomboter, suiker en goede vette room. Dus vooral het vetgehalte is heel erg belangrijk. De suiker die erin zit is heel erg weinig. Maar hoe beter je producten zijn, hoe beter het product uiteindelijk zal worden. Ja, je bent de hele tijd keihard aan het werk. Hoe ga je dat volhouden tot zondag? Ja, ik denk dat vooral gefocust blijven op waar we het voor doen. Hè. We doen het natuurlijk ook voor het goede doel. En ik denk dat dat wel een drijfveer zal zijn voor mij om op de momenten dat het wat minder gaat, om dan toch door te zetten. De truffels worden in doosjes verkocht. Het doel is om geld in te zamelen voor het glazenhuis van 3FM Serious Request, dat dit jaar in Eindhoven staat. De opbrengst wordt op maandag 1 november bekendgemaakt door Giel Beelen in de uitzending van 3FM Serious Request.